Hallo allemaal, zijn we lekker live vandaag. Ik ben Kevin en vandaag gaan we weer lekker de hitles doen. Duurt ongeveer een half uurtje. Mochten jullie vragen hebben tijdens de training, zeg het vooral. Laat nu even lekker zien wat we nodig hebben, want we hebben toch wel ietsjes nodig. Het is altijd handig om bijvoorbeeld een flesje water te hebben of wasverzachter. Wel twee het liefst, want we hebben er twee nodig, want we gaan rows doen. Of, mocht je dat niet hebben, kunnen we ook weer terug naar het zware boek. Of eventueel een nog zwaarder boek of lichter. Je kan het zo zwaar of licht maken voor jezelf als je wil. Dat hebben we in ieder geval nodig. En het is natuurlijk handig om, zoals je ziet, lekker een matje te hebben. Hoi, dat is altijd wel eventjes goed. Ik begin eventjes met een korte warming-up. Daar doe ik twee rondes van. Ik ga even de tijd aan de muziek aanzetten. En dan gaan we lekker beginnen zo. Als je tussendoor vragen hebt, stel ze gerust. Dan gaan we gewoon lekker beginnen. Alright, 30 seconden. We beginnen zo meteen met 4 oefeningen. Ik zal ze ook allemaal voor gaan doen. Als eerste, get ready. Gaan we naar de grond toe. Mag je op je knieën of op je voeten doen. Gaan we push-ups. Alright, let's go. Denk eraan, is warm up. Dus ik begin gewoon eventjes op mijn knieën. Eventjes voor het opwarmen met 4 oefeningen en dan doen we 2 op de spot. Netjes de schouderblad naar achter brengen. Nog 10 seconden. Armen weer op de top en dan gaan we zo meteen door naar squats. Alright, yes. Opstaan, gelijk door. Dan gaan we squatten. Ook weer voor 30 seconden. Denk eraan, barbecue. Rustig gaan beginnen. Zometeen gaan we knallen. Nog 10 seconden. Voor de mensen die net joinen, als je vragen hebt, stel ze gerust. Ik zal in de tussentijd gewoon even meekijken. Alright, gaan we weer naar het matje toe. Gaan we crunches doen. En let's go. Gelijk door. Rug netjes op de grond duwen. Doe je bekken te kantelen. Arm heel goed vol. Nog maar 10 seconden. En 3, 2, 1. Alright. Gaan we staan. Pak je eventueel je flesjes op je boek. Iets naar voren leunen. Terug, recht. En vanuit daar gewicht naar je toe rollen. Yes, let's go. We zijn er bijna nog 10 seconden. En yes, pak heel veel rust. Gaan we zo weer lekker verder. Hoi allemaal. Hey Jasper. Alright. Gaan we het rondje zo nog 1 keer doen. En daarna gaan we lekker knallen, guys. So get ready. We beginnen weer met de push-ups. Mag ook op je voeten. Ik doe hem gewoon lekker op mijn knieën. Yes, let's go. Voor 30 seconden. En dan gaan we gelijk weer lekker door naar de squat. Rustig aan, blijf doorademen. Tot lekker een warm uur. Nog 10 seconden. En 3, 2, 1. Alright, kom weer staan. Gaan we lekker squatten. Get ready? Yes, let's go. 30 seconden squat. Keurig hoor. Nou, blijf volhouden thuis. Hè. Dit is pas de warming up. Kom op. En we hebben nog 3, 2, 1. Alright. En we
ready for crunches. Gaan we in 3, 2, 1. Yes, let's go. Zijn we al een beetje warm thuis? Als jullie lekker mee aan het trainen zijn, stuur vooral een berichtje. Is altijd leuk om te zien. Aan het oefenvol. En op 3, 2, 1. Alright. Pak je flesje of je boek weer. Gaan we naar de Battle of Rose. Ik doe ze met 2 flesjes. Get ready. Terug netjes recht. En yes, let's go. Als je wil, kan je natuurlijk altijd zwaarder gaan. Voor zo meteen. Ik heb bijvoorbeeld 2 flessen wasverzachter te pakken. Ik heb nu 2 flessen 1,5 liter water. En jullie kunnen het thuis veel zwaarder dan mij, hè? Kom, we zijn er bijna. En 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Zo, zijn we een beetje warm? Let's hope so. Pak alvast weer flesjes, zet die alvast even weer dichtbij je, want die hebben we zo meteen nodig. Ik zal het even toelichten. Wat we als eerste gaan doen, is we gaan 2 rondes doen van 45 seconden per oefening. En dan hebben we 15 seconden om door te draaien. We gaan 4 oefeningen doen. Na die 4 oefeningen en 2 rondes gaan we 4 andere oefeningen doen. En 2 rondes daar ook van. Zoals ik toelichten. Voor de eerste hebben we lekker de waterflesjes weer nodig. Wat we gaan doen. We hebben net lekker gesquat. We gaan squatten en vanuit daar pressen we het gewicht boven je hoofd. Rustig terug en weer omhoog. Dat is de eerste. Dan doen we het jullie kant op. Goed, ben je het zo goed te zien? Ja, kijk, top. Gaan we in plankpositie, armen gestrekt en vanuit daar shoulder taps maken. Probeer niet te veel te draaien, dus ik wil nog niet dat je dit doet. Netjes recht blijven en vanuit daar tappen. Het is veel zwaarder dan dit. Alright, dan pakken we flesjes weer. Gaan we lunges maken met curls. Dus hoe ziet dat eruit? Maak je pas, vanuit daar kun je het gewicht naar je toe. Komt u weer rustig aan terug. Andere been. En we curl. Gelijk lekker die armen mee trainen. En jullie thuis doen het zwaarder dan deze flesjes, hè? Dan hebben ze nog nodig. Sorry. In die row positie die we net hebben gedaan. Dus doen we even aan de zijde, omdat jullie het makkelijker zien. Dus rowen, elleboog hoog. En kickback maken voor je tricep. Weer rustig aan naar voren laten gaan. Weer row. En kickback. Alright, dat zijn ze al 4. Vestje gaat lekker uit. Gaan we zo lekker beginnen. Ik ben goed verstaan voor de mensen die lekker meedoen. Hallo allemaal. Ga lekker beginnen. So get ready voor oefening 1. Ga ik de tijd lekker aanzetten. Get ready for the squat and press. Yes, gaan we, let's go. Squat and press. Laag, eerst omhoog en press. Laag, squat, eerst omhoog en we pressen. De juiste. Pak even lekker die schouders mee. En jullie thuis doen het natuurlijk zwaarder en sneller dan wij, hè? Kom op. Nog 15 seconden. Lekker bezig hoor. En nog 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Get ready for plank.
En vanuit daar tappen. Rustig aan. Niet te snel binnen. Plankjes al zwaar genoeg, hè? Maar natuurlijk, als je het zwaarder wil maken, ga je het gewoon sneller doen. En dan doen we vol. 15 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Pak je flesjes weer bij. Gaan we zo meteen lekker lunchen met een arm curl. Get ready? Yes, let's go. Lunch, uitstappen, curl maken. Weer terugstappen, uitstappen, andere been. En we curl. Yes. En weer lekker die biceps erbij trainen. Is toch lekker? Arm nog vol, 15 seconden. Ben ik een beetje goed te verstaan allemaal? En 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Hou je flesjes. Gaan we zo meteen lekker de row met een kickback doen. Get ready. Goede positie staan. En yes, let's go. Row, elbow omhoog. En kickback. Dus we gaan naar voren. Naar je toe. En we kickback. En dat doen we goed. 15 seconden. Voelen we lekker in de schouderbladen en in de triceps. Schop die schouderbladen naar achter trekken, voordat je het gewicht omhoog haalt. Alright, keurig. Neem eventjes lekker korte rust. Drink lekker wat water. Maar ik kan het natuurlijk ook doen, hè. Dan gaan we zo weer lekker beginnen. Als er vragen zijn, stel ze gewoon. Ik kijk tijdens de les gewoon lekker mee. Dan kan ik ze gewoon lekker beantwoorden. Alright, get ready. Gaan we zo meteen weer beginnen met de squat en press. Gaan we in 3, 2, 1, yes, let's go. Squatten, eerst omhoog en dan pressen. Niet gelijk hoppakee, maar eerst zakken, eerst omhoog, dan press. Het is veel zwaarder voor je schouders. En laten we eerlijk zijn, die flesjes die ik in mijn handen heb, is natuurlijk gewoon niet zo zwaar, hè. Maar jullie hebben gewoon wasverzachte flessen in jullie handen. Het is veel zwaarder. Alright, gaan we nog heel goed vol. We hebben nog 15 seconden. Kom op, hè. En 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Nu ben je op de plank. Draai hem even om. Deze kant ben ik volgens mij een betere beeld. Alright, get ready. Gaan we in 3, 2, 1. Yes, let's go. Eerste plankpositie, hand onder de schouders. Rug zo een beetje recht houden. En vanuit daar, shoulder tappen. Doe het lekker op je eigen tempo. Dat mag sneller dan mijn tempo, maar mag ook langzaam. Lekker door met de leuntjes.
Gaat het allemaal? Get ready? Let's go. In 3, 2, 1. Yes. Uitstappen. Arm curl. Terugstappen. Andere been. Dan blijf je lekker volhouden. Ik zal het even naar de zijkant doen, kunnen jullie het misschien nog makkelijker zien. Curlen, uitstappen. En we curlen. Nog 15 seconden. We zijn er bijna. En 5, 4, 3, 2, 1. Juist. Hou de flesjes in je handen. Gaan we zo lekker de row doen. Die combinatie, hè. Lekker ook met die kickback erbij. Alright, get ready. Yes, let's go. Row, elleboog omhoog. Kickback. Dus naar voren. Row. En kickback. Goed vanuit je. Schouder dalen doe je. En hou die voet naar elkaar toe. Kom op, we zijn er bijna. Gaan we zo lekker wat andere oefeningen doen. Nog 10 seconden. En 3, 2, 1. Alright. Zet je flesjes nu neer. Neem even lekker wat te drinken. Neem een korte pauze. Tussentijd dat jullie rust hebben, ga ik alvast de volgende oefeningen laten zien. Weer 2 rondes. Tijd blijft precies hetzelfde, dus dat scheelt. Wat we gaan doen. Als allereerste. Ook een vorm van squat. Met de schouders erbij, maar dan toch net even anders. Goed uit elkaar. Netjes doorzakken. Gewicht voor je uit. Ziet er zo uit. Squat hold. Gewicht voor je uit houden. Mag ook met een broek, mag ook met 1 flesje. Hij is gewoon zo vast, is het echt wat lichter. Die gaan we voor 45 seconden doen. Dan, heb ik in de warming-up al gedaan, dus dat scheelt. Push-up. Toch zie ik hem weer even laten zien. Ik laat hem even mijn voeten zien. Je mag ook op je knieën om het iets makkelijker te maken. En vanuit daar doorzakken. En weer omhoog pushen. Ik moet even oppassen dat ik een flesje niet raak. Bijna. Vanuit daar blijf op het matje. En dan gaan we lekker de zijwijkspieren trainen. Ziet er zo uit. Netjes liggen. Eén been strekken. Ander naar je toe. Vanuit daar ga je met je elleboog er naartoe. Zorg ervoor dat je niet vanuit je nek gaat trekken. Dus je uit je hoofd dan netjes naar achter liggen. En dan is je goed. Laat lekker laag. Om het dichter maken, gaat de voet ietsjes lopen. Hoe dichter je voet bij de grond is, hoe zwaarder het is. Dan gaan we lichaam en hand op onze buik. Wat we doen, ik kom het hier. Zo even de flesjes aan de kant zetten. Arm bij je houden. Vanuit daar een klein stukje omhoog komen. Mocht dit te licht zijn, mag je ook eventueel voeten in de lucht doen. Deze Superman is lekker zwaar voor de onderrug. Alright. Nog een keer, als jullie vragen hebben, stel ze gerust. Ik kijk gewoon mee en ik zal ze gewoon tijdens beantwoorden. Gaan we zo lekker beginnen, want jullie hebben al genoeg uitgerust, hè? So, get ready. Gaan we beginnen met de squat. Oké. Laag houden. En het gewicht voor je uit. 45 seconden lang. Als het te zwaar is, zet je de eentje neer. Hou je hem zo vast.
wel de schouder hoog, blijf je vasthouden. Voelen we lekker branden in die voorkant van de schouders. En natuurlijk in de bovenbenen. Nog 20 seconden. Kom op, hè. Hou vol. Ja, we voelen het lekker in de schouder. Nog maar 10 seconden. Kom op. En 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Zet de flesje weer weg. Gaan we naar de push-up toe. Get ready? Gaan we in 3, 2, 1. Yes, let's go. 45 seconden lang. Als dit, op je voeten, omdat het zwaar is, op de knieën, je moet wel recht houden. Het is lastig te zien voor mezelf, maar vanuit daar ga je aan het pushen. Alright, kom op hè. Hou vol. En nog 20 seconden. En dan gaan we zo lekker door naar de ice crunch. Come on. En 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Ga lekker liggen. Ik gebruik even lekker mijn vestje als handdoek. Dat is altijd wel netjes hè. So get ready. Gaan in 3, 2, 1. Yes, let's go. 1 been strekken. Elleboog naar toe. Andere been strekken. Hoe lager bij de grond, hoe lichter. Hoe hoger. Hoe lager bij de grond, hoe zwaarder, sorry. En hoe hoger, hoe lichter. Dus dit is zwaarder dan dit. Denk aan je rug. Houd die netjes op de ondergrond. Hou vol. En we nog maar 10 seconden. Kom op. En 3, 2, 1. Alright. Gaan we op die buik liggen. Gaan we naar Superman toe. So get ready. Op de buik. Armen bij elkaar. En vanuit daar. Voortstukje omhoog. Als het hard te licht is, aan de benen mee. Wordt die zwaarder. Span dan ook de bilspieren goed aan. Voelen we lekker in de onderrug. Eventueel, als dit te licht is, kan je ook nog je armen strekken. Nog maar 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Drink even lekker wat water. Gaan we zo over voor de laatste ronde. We zijn lekker bezig. Hoi allemaal. Gaan we het zo voor één keer nog herhalen. En dan gaan we lekker met z'n allen cooling down doen. Alright. So get ready. Gaan we in 3, 2, 1. Yes, let's go. Squat en hold. Wil je hem lager doen, wordt alleen maar zwaarder voor je been. Mag ook. Denk eraan, gewicht op schouderhoogte. Als het te zwaar wordt, mag je ook met één flesje. Go, bijna 20 seconden. Ja, we voelen het lekker. Kom op. Nog maar 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. Alright.
push-up. Of op de voeten of op de knieën. Oké, ready. Yes, here we go guys, come on. Push-up. Kom op, we zijn zo close, we zijn er bijna. Aan het doen voor. Kom op, nog 15 seconden. Met z'n allen nog lekker cooling down doen en dan zijn we er klaar mee. Cooling down beginnen we gewoon lekker op een matje. Ga alvast liggen, doe de muziek ietsje zachter. Alright, op de buik. Benen gestrekt. Blijf liggen en vanuit daar jezelf omhoog duwen. Voel je een stretch op je onderrug. Probeer je heupen gewoon tegen de grond aan te duwen. En natuurlijk, rustig blijf doorademen. Gaan we veel gevoel? Alright, wat we gaan doen. Eerst de push-up positie. Daar. Vanuit daar. Zet je één voet. In dit geval is voor mij voor jullie een spiegelbeeld. Ik zet mijn linkervoet. Plaats van mijn linkerarm. En vanuit daar draai ik naar buiten. Dit houden we heel goed vast. Nog heel even. Yes, alright. Ik ga hem even om zodat jullie hem ook kunnen zien. En dan gaan we nu de andere kant doen. Dus nu zet ik op mijn rechterarm mijn rechtervoet. Vanuit daar draai ik naar buiten. Houd het heel goed vol.
rustig aan te staan. Wat we gaan doen. Arm eerst trekken. Andere hand bij je elleboog. Probeer je schouderblad te vinden. En vanuit daar doe je een klein stukje. En dan houden we heel eventjes vast. Alright, andere kant. Arm strekken. Al bij de elleboog. En daar. Schouderblad goed opzoeken. En een klein beetje duwen. Tot je gek voelt op je schouder. Aardig heel gevoel. Alright. En dus terug. Lekker gedaan. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Als je hebt meegedaan, stuur vooral een berichtje met een foto of wat dan ook. Of wat je ervan vond. Let me know. Leuk dat jullie er waren. En tot de volgende keer.